Nationale ramp in de maak rond het Afobakka's Doelmeer. Rechten voor inheemse niet besproken. Parlementariërs komen niet opdagen. En Nationaal Leger ingezet om het goudbedrijf van Grasalco te beveiligen. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV Suriname van 12 mei 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Er lijkt een nationale ramp in de maak. Eddy Frenkel, topman van Staatsolie, die het Afobakka-stuwmeer beheert, waarschuwt dat een onbeheersbare situatie dreigt op de bufferzone van het meer. Er wordt al jarenlang niet opgetreden tegen ontoelaatbare handelingen op de bufferzone, vertelde hij in de Ware Tijd. Op de bufferzone is een woongemeenschap van goudzoekers ontstaan, inclusief een openbare school. Het vroege doorgangshuis waar reizigers van en naar Paramaribo konden overnachten is nu een depot voor proviant en brandstof bestemd voor de goudvelden. Bij de verkoop langs het water wordt brandstof gemorst. De olie kan terechtkomen bij de stuwdam en de krachtcentrale. Als dat zou gebeuren, zal de centrale stilgelegd moeten worden, zegt Frenkel. Op de glooiing van de dam wordt gebouwd. De helling wordt hierdoor ontbost en dat zou volgens deskundigen kunnen leiden tot landverschuivingen. Op minder dan 100 meter van de stuwdam worden een pompstation en een supermarkt gebouwd. Dat is heel slecht en mag niet gebeuren, aldus Frenkel. Omwonenden menen te weten dat dit verboden was door het ministerie van Openbare Werken. De bouw vindt echter ongestoord voortgang. De inheemse gemeenschappen in Suriname vechten al decennia lang voor erkenning van hun grondrechten. Opeenvolgende regeringen en ook het huidige kabinet beloofden dit in orde te maken. Op verschillende locaties braken onlangs vanwege onder meer deze kwestie gewapende opstanden uit waarbij doden vielen. Toch kon het wetsontwerp collectieve rechten van inheemse en tribale volken gisteren niet worden behandeld. Het grootste deel van de parlementariërs kwam niet opdagen. Parlementsvoorzitter Marinus B. moest de zitting vanwege gebrek aan quorum verdagen. Bij de coalitie waren van de 20 volksvertegenwoordigers van de VHP alleen Mahinder Yogi en Ronnie Aluma aanwezig. Alle 10 leden van de ABOP en PL-fractie waren present. Parlementariër Cedric van Samsung, lid van de VHP, zei vorige week dat de gebeurtenissen in Pikin Saron niets te maken hebben met de erkenning van de grondrechten. Men vecht voor hout- en goudrechten, zei hij in een interview bij TBN. En ook Humphrey Chin Lip Shee, veiligheidsadviseur van de president, zei dat de aanslagen in Pikin Saron en Marie Paston niets te maken hadden met de grondrechten. De opstandelingen zouden volgens hem banden hebben met de Tucayana's, meldt ABC. De Tucayana-Amazones vechten sinds de Binnenlandse Oorlog samen met het Nationaal Leger tegen het junglecommando van Ronnie Brunswijk. De guerrillo's vonden dat bij het vredesakkoord van Kourou de Marons meer rechten kregen, maar de inheemse rechten werden volgens hen verwaarloosd. De Tucayana's dreigen al jaren de wapens weer te zullen oppakken. Het Nationaal Leger is ingezet om het goudbedrijf van Grasalco in Marie Paston te beveiligen. Dat maakte defensieminister Krishna Mathura bekend. Grasalco werd beveiligd door een beveiligingsbedrijf dat momenteel niet ingezet kan worden. Het is nog steeds onrustig in het gebied. Mathura bevestigt dat er geschoten is in Bigipoika. De politie onderzoekt het incident met ondersteuning van het leger. De minister kon hier verder geen informatie over verschaffen. En enkele dagen terug vielen enkele doden en gewonden bij onrusten die begonnen in de omgeving van Pikin Saron. Tijdens vuurgevechten werden houttrucks in brand gestoken en zijn mensen gegijzeld. Er is nog steeds veel onrust, onder meer omdat de inheemse gemeenschappen opheldering willen over de mogelijke standrechtelijke executies. Gevangenen zouden door ordentroepen zijn doodgeschoten terwijl zij geboeid waren. En tot zover RegioNieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app RegioNieuws TV. En nieuws melden, dat kan aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekende en blijf vooral gezond.